het is fijn om dit schoon verdiep te kunnen bevolken, het schoon volk. En ik wil toch in het bijzonder ook onze burgemeester welkom heten, samen met twee schepenen. Met onze propchef ad interim, Sef Muiters, welkom. En natuurlijk vele mensen. I just want to say good evening and welcome to some people who are not Dutch speaking. Some people coming from London, some people coming from the far New Zealand, or Mr. Gay World. So that's all I'm going to say in English. I'm sorry, I'll talk to you later about it. Het is een genoegen, het is de vijfde keer dat ik hier mag staan achter deze microfoon. Iets minder zenuwachtig dan 5 jaar geleden, maar toch altijd even geëxciteerd, als ik het zo mag zeggen. Ik vind het fantastisch fijn dat we dit vijfde lustrum op deze vijfde verjaardag kunnen vieren. En ik denk dat ik met jullie kan vaststellen dat de Pride echt een begrip geworden is in de stad. En dat is mede dankzij, zoals Sven het al aangaf, de samenwerking met zoveel verschillende types van organisaties, verenigingen, maar ook mensen die zaken doen in deze stad. Ook een ontzettend steunend stadsbestuur en bij deze mijn oprechte dank hiervoor. Want zonder dat alles hadden wij dit nooit kunnen verwezenlijken. En het is natuurlijk vandaag verleidelijker. We hebben een persconferentie gehad samen met de kabinetschef van de eerste minister, Jasmin Kerbach. En we hebben heel veel vragen gekregen rondom de actualiteit. En ik kan cynisch zeggen of sarcastisch zeggen, dat is goed voor de aandacht voor ons evenement, maar dat is natuurlijk niet zo fijn om daar te moeten antwoorden. Want inderdaad, onze verworvenheden, die zijn er wettelijk, en dat is ongelooflijk fantastisch, en toch worden die uitgedaan. En zoals Leen daarnet zei, niets is voor altijd zeker. We moeten dingen blijven constant uitleggen en verdedigen. Maar ik wil daar niet te veel aandacht aan geven, want op de eerste plaats een Pride is een viering, zoals Jeroen, onze secretaris, het zo netjes verwoord in zijn nieuwsbrieven. Wij willen de stad onze dankbaarheid laten zien en laten weten hoe fijn het is om als Hoijby in deze stad te mogen wonen, werken of bezoeken. En ik denk dat dat de essentie is. We hebben zoveel redenen om dankbaar en gelukkig en tevreden te zijn in deze stad. We kunnen vrij zijn, we kunnen ons uitleven, we hebben heel wat uitgangsmogelijkheden, een ontzettend cultureel aanbod. En als Hoijby hoeven we ons echt niet weg te steken. En de bedoeling dan ook van deze Pride is om dat te celebreren, te vieren, maar vooral ook naar de toekomst verder te schouwen. En dat is dat kleine kantje waakzaamheid waar we dit jaar toch wel echt aandacht moeten aan geven. Namelijk dat datgene wat we met generatieslange strijd, als ik het zo dramatisch mag uitdrukken, hebben ze verwezenlijkt, dat dat niet zomaar voor altijd verworven is. En dat allesgene wat we bereikt hebben sinds, laten we zeggen, 60, jaren 60, 70, steeds weer moet uitgelegd worden of gekaderd worden in een nieuwe context, in een nieuwe realiteit. Toen onze rechten werden opgebouwd, waren er minder immigranten. Toen onze rechten werden opgebouwd, was er een andere economische context. Toen onze rechten werden opgebouwd, hadden we andere familiale situaties dan de dag van vandaag standaard zijn. Dus de maatschappij evolueert, dus ook onze positie in de maatschappij evolueert. En dat betekent dus dat we voor bepaalde mensen inderdaad ons anders zijn, duidelijk moeten laten zien, duidelijk moeten maken dat dat normaal, maar ook niet normaal is, want we zijn nu eenmaal niet de norm, dat zullen we nooit zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we abnormaal zijn. En dat wil zeker niet zeggen dat we geen respect verdienen. En ik denk dat het aan ons is om op allerlei mogelijke manieren, en ik ben blij dat Leen ons daarin steunt, in vele kleuren en outfitten en in allerlei soorten extravaganza, onze kleurrijkheid te laten zien. En laten zien dat onze kleine gemeenschap in zichzelf ook heel veel diversiteit heeft. En ik denk als wij de diversiteit in onze eigen gemeenschap gewoonweg kunnen laten bestaan, moeten wij de boodschap kunnen weitergeven aan de gemeenschap die onze stad is, de bevolking van dit wonderbare stukje Vlaanderen en ook de mensen die hier op bezoek komen of die zijn komen wonen. En het is voor mij dan ook een bijzondere eer om iedere keer weer een evenement te mogen organiseren met de stad, met zoveel organisaties, met zoveel sponsoren, om een positieve gastvrije boodschap te geven die uiteindelijk het leidmotto is van deze stad sinds heel lang. De stad is van iedereen. Maar ik denk dat wij dat kunnen waarmaken en dat ook ieder jaar waarmaken. Dus ik kijk er naar uit om de komende 4 dagen wel feest te vieren, af en toe toch even na te denken over wat we verwezenlijkt hebben en wat we bereikt hebben. En dat we daar toch waakzaam moeten voor zijn om dat niet zomaar prijs te geven, zonder in doemdenken te vervallen en zonder een nieuw vijandbeeld te creëren. Want dat is ook gevaarlijk natuurlijk. Het is niet om
omdat wij nu vijandigheid ervaren, dat wij vijandigheid moeten gaan opzoeken of gaan opbouwen naar andere doelgroepen binnen de maatschappij. Want ik denk dat we dan vertrokken zijn voor een hele lange negatieve spiraal. Dus ik roep jullie allemaal op om al uw vrienden, al uw kennissen en verder dit weekend iedereen aan te moedigen om positief te zijn, gelukkig te zijn, feest te vieren en hartelijkheid en gastvrijheid uit te stralen. Want dat is hetgeen waar ik probeer voor te staan alvast. Ik wens jullie allemaal een fantastische Pride 2012 toe. En het is een heel belangrijk Pride, het is de vijfde, maar het is heel belangrijk omdat het de laatste opbouw is naar een gigantisch topjaar 2013. Ik ben ook blij om Jeroen, onze directeur van de World Out Games, hier in de zaal te mogen verwelkomen. Want er staat nog een gigantische job te wachten tot we 2013 niet alleen Pride kunnen vieren, maar Pride en World Out Games. En ik denk dat we allemaal in deze stad bijzonder fief kunnen en moeten zijn dat we dit kunnen en mogen doen. Want er zijn niet veel steden die dat palmarès kunnen voorleggen. Voilà. Een fijne avond gewenst. Ik ga alvast op Sven zijn uitnodiging in. En ik doe echt nogmaals eens een warme, warme oproep om heel, heel talrijk aanwezig te zijn zaterdag. Het is de eerste keer dat we Utrecht echt indruk maken. Wees daar en volg ons aan de kant van de weg of volg een wagen of zet je pluimen op in en kruip op een wagen en ga met ons mee. Dankjewel en fijn weekend.